Ja, dit is een pak. Ik vind het heel leuk, dit is mijn favoriete kleur. En dit is een beetje, het is een beetje Italië vibe. En dan komt het met... Italian vibe, maar die grauw weer. Ja. En dan komt het met een blauw autootje. En een blazer. En dan dacht ik... Dit is als de toppers in één keer zeggen, we willen toch je erbij. Ja, we gaan je erbij nemen. Ik ben er niet te moeilijk met kleuren en zo. Nee? Oh, dat is bij... Dit vind ik ook leuk. Ik hou van een dierenprint. Dit voor als die andere, want dit valt altijd heel klein en smal. Zoals... Dan heb ik nog deze. Backup pak. Ja, dit is een heel roze pak. Dat vind ik leuk. En dan met een gilet. Oh ja, dat vind ik. Giletten zijn helemaal nu. Ik moet even kijken of het geen Barbie wordt met die auto. Wordt het niet, want ik ben niet blond en zo groot zijn mijn borsten niet gemaakt. Ja, ik mag alles doen wat je wil. Dat is het leuke. Ja, dat mag ook. Hij heeft volledig beschikbaar gesteld. Oh, het weg hebben we niks. Zie je dat? Geef me je Backstreet Boy look. Ja, dat is de hele tijd al. Ik moet 6 uur pakken. Nee, mijn kinderen slaapt heel goed. Maar ik moet wel zeggen, Novi... Ik moet zijn kamer donker maken, want hij wordt wakker tussen 7:15 en 7:15. Oh nee. En zijn zusje slaapt uit op 10 uur, 10:30. Zo wat lekker zeg. Ja, dan moet je even wat. Frenky die wordt wakker omdat iemand anders wakker wordt. En Novi, dan denkt, dan ga ik ook wel, nu gaat het tv aan als ik geluk heb. En, nee, ga slapen, je bent moe. Ik zie tegen zich. Welke andere BH heb je nog, als je zelf nog mee? Een andere BH, ik heb een een zwarte t-shirt BH of een huidskleur. Zo'n verwassen. Nee, doe maar huidskleur. Want, wat gaan we nu aan doen dan? Deze top. Oh, die topage, die doorschijnende topage. Die topage. Het gaat heel goed, jongens, de shoot. Het moet wel van mij komen, hoor, moet ik wel zeggen. Ja, het moet wel. Ja. Ik moet echt alles uit hem trekken, hoor. Het is wel eenrichtingsverkeer. Hij is erg, hij doet ook de hele tijd toch, weet je, die weerrichtlijntjes zo van... Hij snapt het niet helemaal, maar ja goed, jij maakt dat dan goed. Kijk, maar gelukkig, hij kan dan weer heel goed in harmony zingen, wat ik dus niet kan. Ieder zijn kwaliteit, zo moet je dat zien. Niet dat we daar iets aan hebben nu op de shoot, maar hij kan het wel. Want ik heb hem net leren kijken hoe je schil kijkt met het ene oog die kant op. Heeft hij nog geleerd? Niet zo goed. Oh, dus moet hij nog even op. Ik hoop dat meer stemmig zingen, dat ik dat sneller oppak dan hij mijn dingetje. Ja, dat snap ik. Maar goed, zo brengen we iets aan elkaar. We hebben wel, toch? Ik kan wel zeggen van wauw, wat heeft deze dag ons veel gegeven. Ja. Want dan heeft het ook een beetje nut, want anders is het allemaal zo nuttig. Want het is alleen maar voor 100% NL en precies. Kom op, zijn er ook een beetje voor onszelf. Nou, ik ben het helemaal met je eens. Het idee was goed. Ze ging rijgen, je dochter, en toen dacht ze, ah pap, roof. Ja, wel lief. We waren heel lief. Oh, ik zit nu. Wauw. Voor papa moest het zijn. Ja, maar weet zij veel dat er dan staat. Maar dit is een goed verhaal. Dit moet je in je voorstelling verwerken. Je moet een liedje maar schrijven dat... Papa Roof heet. Ja. Hey, dat is geen gek idee trouwens. I got you. Nou, naar binnen. In je huis. Je hebt de sleutels al. Draai je maar. Even uit eten geweest met mijn moeder. Ik heb het helemaal vergeiterd vast te leggen. We zaten zo lekker te kletsen. Ik ben heel blij dat ik weer met mijn moeder... dat we meer elkaars leven zijn. En dat we gezellige dingen ondernemen. En dat we veel naar elkaar omkijken. Want dat zorgt er ook voor dat je on top of mind bent van elkaar. En dat je elkaar dingen wilt delen. Dat is natuurlijk anders geweest. Of tenminste, natuurlijk, dat weten sommige mensen. Maar ik was daar niet altijd heel open in. Omdat ik het ook... Het is niet alleen mijn verhaal. Dus het is niet aan mij om allemaal te vertellen hoe of wat. Maar we hebben wel een periode gehad dat we minder... dat de omgang gewoon minder goed was. Maar ik ben heel blij dat we hebben elkaar weten te vinden. En je hoeft ook niet over alles het eens te zijn. Of je hoeft ook niet alles leuk te vinden wat er gezegd en gedaan is en gebeurd misschien is. Maar als je allebei wil... onderdeel zijn van elkaars leven, dan heb je ook over dingen heen te zetten en beter te willen doen. En ik zie dat we beide daar ons hart voor maken en dat vind ik belangrijk. Ik moet het bij haar zien en zij moet het bij mij zien en dan wil je ook, of het nou een vriendschap is of een relatie, of wat voor een band tussen wie dan ook. Je wil gehoord voelen, je wil je geliefd voelen en dan wil je ook automatisch een ander de energie en tijd en liefde weer teruggeven. En ik ben heel blij dat we dat hebben. Ja, ik ben heel blij dat we dat doen. En het is opbouwen weer. Ja, gewoon opbouwen. Maar dus mocht je iemand hebben waar je er niet goed mee bent op het moment dat je die relatie mist, weet dat het altijd beter kan. Misschien heb je geen behoefte meer eraan en ben je te erg gekwetst. Dat mag ook. Maar als je zoiets hebt van, oh, ik had het wel anders willen zien, weet dat die mogelijkheid er ook is. Het kost tijd, het kost energie en het kost soms ook geduld. En ik wil niet zeggen dat het vanaf dag 1 meteen weer vlekkeloos gaat. Maar als je zoiets hebt van, ik wil diegene eigenlijk weer in mijn leven. Want ik weet dat ik niet de enige ben waar het wat moeizaam kan zijn tussen ouders. Wat ik wel verbazingwekkend vond, omdat ik niet wist hoeveel het speelde. Totdat je met andere mensen erover praat en dan hoor je wel eens van, oh ja, ik heb ook niet zo'n goede band altijd met die of die, met een ouder dan. En dan dacht ik van, oh, het speelt veel meer dan we denken. En gelukkig hebben heel veel mensen wel een hele close en goede band met ouders. Maar er zijn ook veel mensen, moeten we niet vergissen, die dat niet hebben. En waar het moeizaam is en dat het niet vanzelfsprekend gaat. Maar alles, en dat geloof ik heilig, is te repareren. Maar je zou je toch over dingen heen moeten zetten. Je zou dingen los moeten laten. En je moet hard genoeg willen. Je moet hard genoeg willen die persoon in je leven te hebben. Daar begint het mee. Wil ik degene in mijn leven? Ja. Dan gaan we nu werken aan een gezonde verstandshouding. Waar ik me goed bij voel, jij je goed bij voelt. Het zal een dag wat beter gaan dan de andere. Maar we gaan er wel het beste van proberen te maken. En dat doen mijn moeder en ik nu. En daar ben ik echt heel blij om. Ja. En de pindavrouwtje. Dus dat is goede ontwikkelingen, jongens. Goede ontwikkelingen. Wil je opzien? Nee, ik mag. Wat je wil, ja. De vroege ochtend, het is heel warm. Hoe gaat het? Ja, het gaat goed. Ik heb mijn besties hier, dus ik doe mee. Kijk, en Pris is helemaal... Cheers. Cheers. Vrijdag, we beginnen rustig. Gaat die lekker? Lekker. Dus, hard werken, zo figurante rol. Nu helemaal zweten en zo. Zo ja, ik word veel van je gevraagd. Ja, ik moet heel tijd in mijn rol springen. Hè? Dit is net zoals volgens mij een festival, dat je denkt, ah, ik heb mijn haar vast. Op een gegeven moment denk je, oh, ja, los. Ja. Wanneer mag ik het vast doen? Wil je mijn nekje even voelen anders? Ja. Dat is lekker, lekje wel. Oh, lekker wel, hè? Ja. Dit is wel knap dat ik dit kan. Is het wel hard dat dat kan? Ik moet zeggen, dit is niet mijn spel, dat zie je. Want ik ben er te agressief in of te zacht. Hoppa! Zat er gewoon in hoor. Zat erin, in het gaatje. What a day I had already. Met die meiden even een video erop knallen en heel veel plezier hebben. Daarna repeteren voor de film weer. En eigenlijk moet ik nu inpakken. Maar ik zag dit pakketje. Want ik ga, je hebt misschien al voorbij zien komen, bij andere mensen op Insta, de amazing before and afters, foto's. Ik ga iets doen waarvan ik al heel lang hoop dat ik een keer zo'n traject kan volgen. Om echt een keer hand in hand trainingsschema en een voedingsschema mijn doel te bereiken. Dat is mijn persoonlijke doel. Want er zijn nu mensen die mij kijken, oh my god, ik wou dat ik jouw lijf had. En misschien kijk ik wel naar andere mensen en denk ik, ik wou dat ik jouw lijf had. Maar mijn doel met dit lijf, met echt hulp, wat precies weet wat ze doen. Want nogmaals, ik kijk naar de voor- en na-foto en denk ik, dit is niet bij een arts, dit is echt zelf zeker weten. Geen, ik ben niet tegen plaschirurgie, maar je weet zeker dat dit komt van de gym en jullie begeleiding. Oké, dan doe ik mee, ik ben aan, ik ben daar. Dit is de start van jouw beste fysiek ooit. Nou, ik had eigenlijk gewoon dit voor moeten lezen. Met mijn lange uitleg, hè? Open de box en ga gelijk van start. Nou, gelijk. Ik heb wel heel veel dingen te doen, maar ik ben wel heel nieuwsgierig wat er dan in zit. Dag 1. Dag 1 of dag 1? Oh, jij beslist. Hoe doen ze dat? Dag 1 of één dag? Oh, dat is... Hoi, niet. Lange dag. Juist. Dag 1 of één dag? Jij beslist. Nou, dit is nou niet, vandaag is niet dag 1, vandaag is een dag waarin ik vertel dat ik met dag 1... Oh, wauw. Kijk, dat zei ik. Kijk, kijk, kijk deze mensen. Dit is toch Je wil echt vragen van Photoshop? Nee, het is gewoon echt goede belichting en goed getraind. Born as a Porsche, lived like a Lada, finish like a Maserati. Ik ga stuk! Kick-off meeting, een ticket. Ja jongens, het boek hierin zou dus... Oh my god, dit voelt heel erg als dan mijn nieuwe Bijbel. De gebruiksaanwijzing van je lichaam. Ja, maar dat is het. Oh, dit is voor de app. Get connected. Jongens, ik ga helemaal... Ik ga erin. Ik duik hierin. Kijk eventjes. Kijk, wat zij dus heeft. Deze, die bibs hier. Die kedankedank. Ik wil dat ook. Het leuke is, deze mensen zijn begonnen in corona. Omdat ze vonden, we moeten wel een beetje ons lijf fit houden. Want we kunnen allemaal niet naar de gyms. En volgens mij is dat zo echt, hè, toen ze me dat vertelden. En toen ineens kwamen ze erachter, wij hebben de gouden formule bedacht. Voor onszelf, misschien kunnen we dat voor anderen ook. Oh. Waarom heeft niemand je dit ooit uitgelegd? We snappen er niks van. Maar heel eerlijk, ook wij waren stom verbaasd. Dat je jaren gewoon maar wat doet qua eten. Niet let op wat op je bord ligt. Het is net als bij de benzinepomp staan, op de tanken met je auto en denken... vandaag neem ik maar eens de zwarte slang. Of zal ik de groene kiezen? Nee, dat, zo werkt het niet. Inderdaad, nee, je moet echt... Gooi erin wat erin moet. Welkom bij dag 1. Dit is de reset van je lichaam. We gaan het nu gebruiken zoals het moest. Je beste fysiek ooit. Hallo? I'm telling you. I'm telling you. Ik wil er toch op slaan gewoon. Oh, het zit helemaal... Alleen van rode. Die vrouw zag ik laatst ook bij de opening van... die vrouw, deze dame. Volgens mij Josh via haar winkel. Kijk even. Deze vrouw is geen 25 meer. Kijk dat lijf. Oh, je gaat spieren zien. Dat wil ik. Ik wil dat. Dat is mijn doel. Meer definitie. In proportie wat ik mooi vind. Maar die benen en die billen. Ik wil echt dat mensen denken, wow, doe jij aan hardlopen of doe je van het estafette? Of over die paaltjes heen springen? Die meiden, die altijd super atletiek, dat je denkt, wow, dat broekje wordt opgegeten door jouw bips. Dat wil ik! Ja, maar dit is niet voor nu. Ik moet andere dingen doen, maar dit is waar ik mee ga beginnen. Ja, ik ga hiermee beginnen. Heel leuk. Ik heb er heel veel zin in. Ik denk ook echt dat het wel pittig wordt. In de zin van devotion. Je moet echt de afspraak maken met jezelf, we gaan het nu doen. Want I was born like a Porsche en ik wil inderdaad eindigen als een Maserati. Of wil ik een Lambo zijn? Ik vind mezelf ook wel een BMW. Best mom of the world, fysiek. Daar staat die afkorting voor, heb ik net bedacht. Dus. Nou, oké, Lou, heb je zin in een klein uitje naar Ome Jet? Lekker logeren? Ja, toch? Ik vind het grappig als het oor zo ligt, doet Novi het zo leggen. Oh, echt? Ja, dan vindt hij van de oor is niet goed. En ook als het buiten loopt, dan doet hij, oh, de oor niet goed. Ja. Oh, nou. Je mond is daar, maar je ligt graag zo. Oké, nou, mam, je weet hoe het werkt. Het gaat lukken. Het gaat lukken? Ja. Ja. Gaan ze best doen. Komt goed. Ik denk dat ze erg, zoals jij, lekker lang uit. Het is ook vakantie voor haar, hè? Komt goed. Ik vind het grappig dat je dat zegt. En hij, wanneer moet hij dan uit? Het is een meisje. Ja, oké. Het is Loulou. Nee, de instructies zijn me nu wel duidelijk, Nink. En dat betekent dus? 's Ochtends, 's middags en 's avonds uitlaten. Goed zo! 's Ochtends en 's middags eten. De hele dag door water. Nou, dat was het wel, denk ik. Toch? En met slapen denk ik dat ze op jouw etage wil liggen. Dat denk ik wel. Boven dus. Slapen, dat is... Ik denk dat ze met slapen wel bij jou op de gang. Ja, ja, ja. Oh, ja dat denk ik wel. Dat is helemaal prima. En als ze één keer zegt, Ninka, waar is Ninka? Dan kan je me altijd bellen. Ik ben een mama! Nee, dat wil ze niet zeggen. Dat zegt ze niet. Je hebt toch kinderen, toch? Ik wil mijn moeder! Nee, dat zal ze niet zeggen. Nee, oké. Nou, heb je alles? Ik ga rijden. En dan ga ik mijn tas inpakken. Ik heb een filmpje gedownload. Ik ga lekker zitten daar. Ze hebben van die hapjes. Ik ga genieten. Gratis wifi. Met de gratis wifi gaan we mijn pink zo meteen drinken. Ik ga ook tijdens de reis ook. Want Erik vliegt ook, maar die is met zijn dochter. En dan ga... hey, maar Erik zit niet bij jou, toch? Niet naast me, nee. Heel fijn. Zeg, hey, ik zit even in mijn eentje. Ik ga lekker mijn dingetje doen. Ach, ik denk dat ik 2 uur lang zo mond open in slaap val, want ik ben kapot. Natuurlijk, ik ging natuurlijk weer om 3 uur slapen. Ik heb een foto gevraagd voor onze koffers, zodat je ik eigenlijk wou doen, was gewoon zorgen dat als jullie uit het vliegtuig kwamen, dat jij de koffers had gepakt. Ik de koffers al had. Maar niet gelukkig. Oh wauw. Die wij hanteren. Jullie waren veel sneller hier dan... Gepland. Heel lief. Ik heb jij ergens opgehaald. Nu naar het huisje. Ik heb heel veel aan. Zwart en zo. En stof tot over mijn billen. Het is overdreven denk ik wel. Maar ja, ik had wel weer koud in het vliegtuig. Airco ging crazy. Morgen stranddag. Jij wil zon, denk ik. Ik wil wel een beetje zon, ja, kan het? Zou wel vrek zijn. Oh. Bij het strand of bij het zwembad? Maakt mij niet uit als het water is en zon. Dan heb jij geluk, want dat kan de hele dag. Oh. Ik zou zeggen, ik doe je kleren uit, we gaan nu maar liggen. Kun je zo nog een uur meepakken? Ja, want mijn gezin is toch nog op het strand en dat heeft niet zin om heen en weer te gaan. Nee, precies. Ja, precies. En hoe laat willen we dan bij Edgar zijn? 5? Ja, we gaan 5:30 bij ons huisje weg. 5:30? 5:30 klaar in de partij. Oké, over 4 minuten bij het huisje. Ja, dat is dus yes. Ja, dat heb ik nog. Ik heb nog, ja. Niemand praat met mij. Alright. Ook echt. Nou, hij mag wel, Ik ga straks alweer weg. Maar toch nog heel even. Gewoon foundation eraf gehaald. Poedertje, een beetje zo. Zonnebrand erop. Al is het maar een half uur. Even vitamine D opnemen. Een beetje rust waar de kinderen komen. Oh. Oh. 8 minuutjes, dan is je er? 8 minuutjes. Goed. Maar ik heb zijn tempo maar 10 van. En als... Je hoort die auto trouwens ook heel mooi hier door de poort komen. Oh, top. Harvey heeft een steentje laten vallen in het zwembad. Dus ik heb gezegd, wacht Frank, die duikt hem wel voor je op. Ik wil niet dat water in, want dan is mijn haren. Dat heb ik helemaal vannacht nog gefeund. Ja, ik krijg al zweet daar ook, dus dat wordt semi-sheep look. En het kan leuk zijn als de rest en ik rollenspel doen, dat hij een schaapherder is. Maar in alle andere gevallen vind ik het niks aan. Alles voor de content. Een heel fashionable shootje wordt hier gedaan met een blousie. Help het jou mee. Dit is al een leuk idee hoor. Geen bommetje kids, even niet. Oh, wat heb je? Oh, jij hebt eten. Oh, is dit? Mama. Ga film mee, ik ga liggen in het zwembad. Kijk, ik ga eruit. We zijn naar vrienden gegaan en die wonen me toch een partijtje geweldig. Het is niet normaal. Oh, mijn dochter komt niet van het richteltje af. Het is ook een hoge drempel. Kom maar! Ik hou wel. Hou je er? Oh, wat lief. Dus ja, chillings. Chillings wel hier. Oh my god, wat is het warm hier. Oh, die zomer in Nederland is nog kutter als je in een land komt waar het super lekker weer is. Dan pas besef je wat we... Hoe afgezet we worden in het koude kikkerland. De kinderen zijn uitgespeeld en dan gaan onze eigen kinderen, onze mannenkinderen, dit doen. Ik heb het gezien. Ah. Ze vermoeden een spin. Ja? Het is wel een beestje geweest, maar het is nu niks meer. Cecile is er wel uit. Meneer, spin, kijk eens! Ik ga toch niet zo dichtbij? Nee, nee, nee. Natuurlijk wel. Nee. Ben je bang? Ja. Ja. Oké, je bent wel bang. Kom, Ben, kijken! Hij is niet waardeproef. Pas op! Je bent zo vervelend. Je moet langere armen hebben. Pas op! Nee, je moet erin, schat. Je moet erin en dan kan het. De duik... Maar de spin is daar. Hij gaat echt niet in één keer groot worden en monster van Loch Ness en je opeten. En... Hij is groot, hè? Wat is dat voor een joekel? Ja, dit is een... Ja, wat zei u dan? Maar even... Die zat er gisteren ook al de hele dag in. Ik heb jullie er ook gewoon in gezwommen. Dat is pas gedaan. Zeker weten wel. Gisteren heb je hem al gezien, toch? De tune is erg in lijn met het gevoel dat we hier al hebben. Bijzondere uitjes is dit. Is kapot geslagen. Bam! Jean-Pierre is een heel erg ondernemende gozer en die gaat dan alweer vroeg de deur uit om bij te halen en te doen. En die heeft een strakke planning. We gaan zo dit en we gaan vanmiddag zo. En, dus nu hebben we spelen en daarna... Wat leuk. Je laat je gewoon lekker meevoeren in alles. Maar dan krijg ik wel altijd heel erg behoefte van, geef me dan een taakje. Laat me iets doen, want het voelt altijd een beetje van... Het voelt er goed. Zo. Dat je bijna... Dat klinkt heel gek. Maar dat je denkt, nee, ik ga niet hier gewoon maar niks gaan doen. Snap je wat ik bedoel? Nou, dat snap je natuurlijk, snap je dat bedoel. Soms kan je ook denken, je verdient het. Ga even rusten. Maar aan de andere kant denk ik, Een beetje uitje snijden. Dat is ook het enige wat kan, weet je. Als ik straks zeg, flip deze pannenkoek, zeg ik, oké, dat kan ik ook nog. Als ik goed focus en niet iets anders doe. Dat gaan we nou niet zeggen in één keer, doe even wat kruiden bij. Nee, zet maar klaar wat je erin wilt. Dan laat me alsjeblieft niet zelf iets bepalen. Nee, er zijn meerdere mensen in het huis. Veel meninggevers ook. Ik sla hem over. We doen net alsof we het allemaal zo zwaar hebben. Het is toch heerlijk dat we hier zitten. Ja, nee, dat ben je wel zwaar. Maar het is echt een straf. Het is de eerste, maar misschien niet de laatste. Hoezo? Nou, ik zou wel weer naar het buitenland willen nemen. Oh, zo. Ja, oké. Ja, we lopen wel een keertje op vakantie. Hier binnen nemen ze even de podcast op, omdat, omdat het kan. En ik loop hier buiten en ik hoor Mandy zeggen, we zijn nu klaar met vriendschappelijk. Dus iets met een strijd. Wat zijn de regels? Hij moet het vangen of wat? Hij moet tegenhouden, ja. Hij moet tegenhouden. Het is zo groot. Het is gevaarlijk. Oh, ah. Oké, 1-0. Hoe? Ik snap de regels door die. Nee. Je hebt het tegenhouden. Dat gaat dan. Novi. Het is alweer gezellig. Novi. Hè? Novi, je hebt een eigen bal. Lokken met eten. Werkt vaak wel, nu niet. Hij heeft zich erbij neergelegd. We zijn toeschouwers. Hij kijkt wel met een pruilen. Ah, dat was dus een punt. Nee, mama. Oh, het gaat voorbij de regels zijn. Je hebt ook nog lijnen, die zijn net bedacht. Okay. Eerst werden die lijnen smaller, nu zijn ze breder. Ja, punten maken was moeilijk. Nee, we kijken gewoon even, schat. Ik weet dat, maar we gaan het even kijken. Wil jij straks ook gooien, hè? Ja. Als zij klaar zijn, mag dat wel. Dit is geen welpunt. Hij is helemaal niet geamuseerd van het spel waar hij niet aan mee mag doen. Je moet op het water tikken en dan moet je voorbij de man komen eigenlijk. Dus ik zal even laten zien hoe het werkt. Dit is geen punt. Dit is eigenlijk een keeper die in het midden serveren, toch? Ja. Dus Charlie moet nog even werken aan zijn hoektechniek. Frenky die doet gewoon wild. Die kijkt niet eens waar hij scoort. Ja, je moet niet kijken, anders gaat hij weten welke hoek hij gaat. Oh, oké. Dat is de tactiek. Alleen in de ogen van de keeper. Ja! Oh, het werkt wel. Nee. Nog steeds niet blij. Wat is, je broeder doet supergoed. Ja, maar we kijken even. Schatje, wij mogen later. Wij gaan even kijken. Stil maar. Moet jij even slapen anders, voordat we nog weggaan? Want zo klinkt het een beetje, dat je dan... Ik kan mijn emoties niet controleren. Nee, is dat het? Niet huilen, we zijn niet meer verdrietig? En we gaan terug. Ik kom hier aan. En Nelva die geeft mij meteen je hoed. Ze zegt, hier, hoe ziet er een beetje overweerd uit? Hij staat me wel, vind ik, persoonlijk. Ik vind het een beetje... Dat is wel leuk, hè? Maar dit is wel, als je iemand wil kussen, als die groeten, dan... Dat wel. Je geniet, hè? Ja. Ja. Oh. Kijk aan mij. Waarom kijk je ook door erbij? Lekker. Het is een aardige... Hun links is helemaal speciaal. Zo'n Ursula van de kleine zeemermin, Frank. Weet je nog? Lekker voor de... Mama, als je trek hebt, hoef je niet met je tanden in de tafel, wijfie. Oh my god. Altijd op de gekkie. Nee, is het niet gevallen hoor. Ze zit gewoon helemaal onder het zand, want ze is lekker aan het spelen. Mijn moederinstinct zegt nee, maar mijn innerlijke kind zegt doe je ding. Ja, daarom, ik laat erop. Nou, Frenky's droom komt uit. De man gaat op de jetski. Tiara aan het stuur. Goed zwaaien, hè, Noof, als hij straks gaat. Ja, oké. En hoeveel mag ik niet? Maar mijn handen zijn een beetje vet. Oh ja, nou. Maar ik wil niet dat ik eruit voel. Nee, maar er zijn helemaal geen... Ik ga niet zo hard hoor. ...witte haaien. Ga gewoon rustig. Je handen veeg je gewoon zo af. Oh ja, zie je? De kenner heeft gesproken. Zo. Oh ja, en als ik in ieder geval... Ik denk als je schreeuwt dat je meer aandacht trekt. Want... Ja, ik ken je. Ja, want ik al hard schreeuwen. Precies, daarom open water. Is er nou echt muziek? Ja, wil je muziekje daar hebben? En wij standaard muziekje aan. Hebben jullie een speciale tune? Mijn moeder mag het muziekje. Nee, ja, het is jullie rit. Muziekje wil je? Het is al best bekend wat ik heel graag wil. Welk liedje doe jij altijd? Taylor Swift. Oh, jij bent echt een Swiftie. Laat me even denken. denk dat Edgar er ook zin in heeft in de trailer. Nee, maar hij gaat zich schamen voor als zijn maatjes. Nee hoor, als zijn vrienden. Niet. Dan denkt hij, oh nee. Meteen zacht draaien. U2 op, Bon Jovi. Chris Brown? Zeg even goed. No Guidance? No Guidance. Of het okay, summer Too Hot, want je bent nu in de zomer. Summer Too Hot, Summer Too Hot. Ja? Ja, dat is wel toepasselijk. Ik zet het maar even in. Ja, ik zou Frenky vasthouden als je niet achter... Ja. Je weet toch wat met die bananenboters aan het einde zit? Je bent de Sjaak. Exact. Oeh! Nummertje op verzoek, is Chris Brown. Veel plezier! Doei jongens! Nou, Noof. Zwembroekje maar aandoen, hè? Gaan we ook wel even afkoelen. Wat leuk. Ik dacht dat je ook ging. Ja, ik ga hier aan. Ja, ik dacht het ook, denkt zij. Nog eentje. Nee. Ik ben een papa krap. Laatste compleet, Frank. Wat zeg je? Laatste compleet als gezin. 9:10. Je haalt alles uit zo'n dag. Je wil dat het niet stopt, de warmte, de gezelligheid. Dus je blijft maar en je hangt en je denkt, nou, oh, nog even een ijsje. En dan kunnen we ook nog even langs de boulevard. En dan kunnen we ook nog dit. En dan kunnen we ook nog dat. En Frenky zat op een jetski. Hoe vond je het? Ik vond het echt leuk, maar ik vind het altijd spannend, want ik denk altijd dat er haaien komen. Wat zeg je? Ik vond, eigenlijk vind ik het altijd heel erg spannend, omdat ik, ik heb nog, zeg maar, trauma aan... Een keer, toen was ik in Dubai in zo'n bootje met mijn vader en mijn moeder. En toen duwde mijn vader gewoon me in de zee. Weet je dat ik best wel... Ik heb daar best wel spijt van. Want het was gewoon... We waren op water. Ik wist dat je bang was. Maar ik denk, ik gooi je erin en ik sprong erachteraan. Van, kijk, er is niks aan de hand. Maar het is zo'n traumatische ervaring voor je. Als je echt denkt dat daar gewoon haai zit. Dus dat was echt achteraf echt... Je denkt van, ja, hoe kon je ooit zoiets doen? Ja. Echt. Ja. Maar niet... Ja, niet wetende dat het zo veel impact heeft gemaakt, maar je bent vandaag wel... Heb je gordel, Frank? Ja, ja. Oeh, hobbelig weg. Dus vandaag alsnog wel erin gegaan. Ik hoorde... Ja, heel veel zand zitten bij jullie achter. Nee, in Frankie! Ja, en in de auto nu. Maar Frank, eventjes... Leg je eventjes je Nokia weg waar je nu Snake op speelt. Ik speel dubbelbeestje. Je bent zat op je benen. Ja, oké dan. Was het echt een puff? Ja. Wie was dat? Oh, was jij het? Oh, wel respect man, voor deze. Deze was wel serieus gewoon. Oh, ik ruik hem ook. Oh my god. Niet oké. Vanochtend je vader. Hij draait zich zijn rug naar me toe en hij... En die hele kamer staat groen van de stank van je vader, zijn darmen jongen. Oh, dat vindt hij weer leuk hoor. Oh jee, oh jee. Weet je wat Edgar ook zei? Dat hij zei van nee, ik ga er even nog niet in. En dan zei hij, doe maar als je het zelf wil. En toen keek hij naar Tiara, want die ging wel. En toen zei hij, dat zei Edgar tegen zichzelf, Frenky, je kan dit, je hebt dit. Toen ging je erin, ja. Yeah. Je hebt jezelf echt toegesproken, toch? Goed zo, jongen. Je hebt je angst overwonnen. En uiteindelijk, no sharks. Geen enkele haai. Alleen maar plezier. Tiara was de shark. Wilde zwijnen, meen je dat? Kijk. Nee, je moet licht schijnen. Ja, je dat gaat Jean-Pierre toch doen? Ik mag aannemen dat hij daarvoor... Oh mijn god! Wojo! Wojo! Waarom zou je dat doen? Hey. Nee, je hoort... In mijn beleving... Nee. Maar waarom zouden we dit doen? Even recht vooruit. Waar zit hij dan? Achter het hek. Ik zorg dat hij er komt. Echt. Oh my god, dit is echt gewoon wildlife. Dit is gewoon safari in Spanje. Nou, maar waarom? Dit is een gekke manier van lokken ook. Ja, dit is die Afrikaanse manier toch? Dit is niet zo. Dit is gewoon wegjagen. Net toch? Ik stond hier. Ja, ik zie gewoon 10 van die wilde zwijnen gewoon hier zo langs die boom omhoog. Ja. Omhoog? Ja, ze gingen echt omhoog. Ze sprinten omhoog. Nee, maar je weet het. Dat zeg je allemaal. Het zijn opeens luipaarden. Het klonk kapot eng. Nou echt hè, ik denk ik ga nog even wat rustig zeggen en dan breng je naar bed. Ik was echt bang, ik ging goed. Ik deed dat ook. Er staat er iemand met zijn gele broek op een dak. Alsof we nog nooit een zwijn hebben gezien. Nou, wel in de wildernis. Wel wat meegemaakt hoor, zo. Natuurlijk. Oeh, nou, waarom zou je dat doen? Fuck, irritant.